De directie van I Am Gold heeft op dinsdag 2 maart 2021 een bezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokhi. Tijdens deze ontmoeting is er door de leiding van de goudmaatschappij met het staatshoofd van gedachten gewisseld over een aantal zaken. CDS sprak met Sharmila Jatnanan Singh, country director van I Am Gold. We hebben net als I Am Gold Roosevelt een presentatie gehouden over de status van de bedrijf, operaties van Roosevelt Gold Mines hier in Suriname. We hebben ook een overall picture gegeven van de total I Am Gold operations, zowel in Afrika als in Canada, maar ook hier in Suriname. We hebben met name de bedrijfsresultaten gedeeld, onze uitdagingen, maar ook natuurlijk een aantal andere zaken zoals de contributie aan de staat Suriname, bestaande uit inkomstenbelasting, royalties, payroll taxes, maar ook salarissen en dividendbetalingen aan de staat Suriname. Daarnaast hebben we ook onze uitdagingen met small scale mining gedeeld met het team al hier. We hebben gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot COVID die we op de voet volgen. COVID-19 zorgt voor ontwrichting overal in de wereld, zo ook in Suriname. En ook bij Roosevelt hebben we daarmee te maken gehad, met name vorig jaar. Gelukkig mag ik u mededelen dat dat nu heel erg goed gaat, dat we geen positieve cases hebben on site. En we werken daarnaartoe, zoals dat vandaag ook besproken. We ondersteunen de regering, maar ook met name onze medewerkers, familieleden, de communities waar we opereren om de vaccinatie zo snel als mogelijk op gang te brengen. We ondersteunen dat project van de overheid. Dat zijn een aantal van de gebieden waar we over vandaag nader van gedachten hebben gewisseld. Ik denk wat we moeten een beetje teruggaan naar de geschiedenis. We zijn begonnen met goudproductie in het jaar 2004. Initieel was het project voor 8 jaren. We zijn inmiddels 16 jaar in productie. Wat er gaat gebeuren is, initieel heb je te maken met soft rock, transition rock. Dus dan zijn de kosten wat lager. Hoe ouder je mijn wordt, hoe hoger je kosten worden. Ook is het zo dat het goudgehalte in het erts ook lager wordt. Dat geeft allemaal consequenties voor de kosten van de operations. En dat is een van de uitdagingen waar we op dit moment tegenaan kijken. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken gehad in het verleden, nog 2019, niet zo ver in het verleden, met de influx van small scale miners. Het geeft toch wel, als bedrijf staan we voor zero harm. Dat wil zeggen dat we onze operaties toch zo veilig mogelijk willen uitvoeren. En veiligheid en gezondheid van alle werknemers staat toch wel op de eerste plaats, maar ook van de gemeenschappen waar we opereren. Dus dat is ook een uitdaging, maar ik moet erbij aangeven ook dat we recentelijk een MOU hebben getekend met de overheid. Het is een MOU dat we samen gaan werken aan veiligheid op de minesite, samen met de ministers van natuurlijke hulpbronnen, de minister van Justitie en Politie en de minister van Defensie. We zijn nu in een implementatiefase en gezamenlijk zetten we de schouders eronder, zodat de operatie voortgezet kan worden op een veilige manier voor iedereen. Voor de mensen die daar werken, voor gezinnen. We willen natuurlijk dat iedereen veilig en gezond en wel naar huis gaat. In het kader van COVID is het ook belangrijk. Kijk, we leven in een veranderde wereld. Niets is zoals het was. En het is het nieuwe normaal waar we tegenaan kijken. En dat geldt ook voor Roosevelt. We zijn nu op dit moment op locatie zelf, dus op Roosevelt Mine, zijn we onze capaciteiten aan het uitbreiden. Waardoor we onze werknemers nog beter kunnen accommoderen op mine site. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat we de Roosevelt Community Fund hebben opgezet. Dat is in het kader van het uitvoeren van sociale projecten. We willen heel graag onze efforts om direct te investeren en ontwikkeling te brengen in welzijn en sociaal-economische ontwikkeling in de gemeenschappen waar we opereren. Die zaken willen we nu via Roosevelt Community Fund uitvoeren. Het is beter gestructureerd, er is een bestuur, dus aanvragen worden ingediend. En ook zonder aanvraag, als we zien dat er mooie projecten zijn waarmee we de communities, de gemeenschappen rondom de mijn kunnen ondersteunen, dan willen we daar graag een bijdrage aan leveren. We willen graag ook de transitie hebben vanuit de small scale mining naar meer ondernemerschap. Dat is wat we met de gemeenschappen graag verder willen uitbouwen. De Roosevelt Community Fund is opgezet in 2019 met een initieel fondsvermogen van
2,5 miljoen. En het mooie van dit fonds is eigenlijk, en het is ook wel innovatief en uniek, is dat ieder jaar het bedrijf IM Gold Roosevelt een bijdrage zal leveren aan het fonds. Of het bedrijf nou winst maakt of verliest, dat maakt niet zoveel uit. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd om te blijven storten in het fonds ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeenschappen. En ieder jaar zal dat een percentage zijn van de goudproductie. Recentelijk hebben we bekendgemaakt dat we projecten gaan doen waar we het Saramakkamijn hebben. Dat zijn water- en elektraprojecten, nutsvoorzieningen. Maar ook in Brokkebondo gaan we een elektriciteitsproject doen. Maar je moet ook denken aan sport, cultuur. Maar met name wat heel belangrijk is, projecten die inkomsten genereren voor de gemeenschappen. De sociaal-economische ontwikkeling zal dat ondersteunen. Maar ook zaken zoals capaciteitsversterking. We zijn bekend met het scholarshipprogramma waarbij we de studenten uit Brokkebondo volledig ondersteunen en financieel ondersteunen om verder te mogen studeren in Paramaribo. Dus ook op het gebied van educatie, onderwijs, daar willen we ons ook inzetten als Roosevelt Community Fund.